hebben jullie zin in de hoogtepunten van de afgelopen week? Oh, sorry. Dat wou ik zeggen. Check ze nu. Hey, welkom bij seizoen 12, aflevering 17 van Him for the Weekend. Er staat weer een hele verse aflevering klaar. Met vandaag de gast Imke. Hey, hallo. Welkom. Wat gezellig dat jij er weer bij bent vandaag. Ja, gezellig dat ik er bij mag zijn. Ja, geen probleem. We gaan onszelf even voorstellen. Miguel Lauch. Rick van Elk. Imke Elsof. Welkom Imke Elsof. Hallo. Jongens, mannen bedoel ik. Ja. Zag je ons aan voor jongetjes? Ja, mij misschien, maar... Hey, ja, voor ons toch werkelijk een man, hè? Terug in de kooi. Imke, ik zag dat jij van het terras afkwam vandaag. Ja, klopt. Ja. En hoe was dat? Is het de eerste keer nu na een jaar dat je het terras bent op geweest? Of ben je al Nee, ik ben ook heel eventjes... Even kijken, wanneer ging het open? Woensdag ben ik heel snel eventjes geweest. Maar vandaag heb ik er echt wel volop van. Ik ben trouwens gisteren ook geweest. Maar hoe was het nou? Want ik heb het nog niet mee mogen maken. Ik ben nog niet geweest, maar... Nou, het is best wel grappig, want je leeft er zo naar uit. En dan denk je, oh, terras. En dan zit je daar en dan denk je, oh ja. Ja, dit is het. Gaat jouw Little Him eigenlijk ook daarna uit vandaag? Ja, nou eigenlijk... Ja? Dat dacht ik al, daar was ik al bang voor. Ja. Nou ja, het ging eigenlijk wel gewoon echt naar... iedereen die eigenlijk in de horeca werkt en die weer aan het werk mag. Daar gaat het eigenlijk naar uit. Maar aan de andere kant gaat het ook eigenlijk echt weer uit naar het zorgpersoneel. Omdat, enerzijds vind ik het heel erg lekker dat het weer mag. Maar volgens mij moeten we ons ook nog wel bewust blijven van... Een beetje gemengde gevoelens ja, nog bij het eigenlijk. Terras opgaan. Dus een beetje naar beide gaat het voor mij vandaag uit. Oké. Rick? Mijn Little Him van deze week gaat naar Imke. Ja, nou. Want morgen is de grote dag voor Imke. Morgen gaat er een gloednieuw televisieprogramma van start op RN7. Dat helemaal van Imke's hand afkomt. Nou, even terug. Ja. Jouw hand, hè? Nou. En ja, mijn idee, maar. Ja, jouw, fijn. Want ja. Jij hebt hier echt... Jij hebt het helemaal aan elkaar gemaakt. En het is inderdaad mijn idee, maar jouw uitwerking. Oké, okay, dus het komt wel... van mijn hand, maar uit jouw koker. Dat is het. Oké, okay, dat klinkt heel mooi. Nee, maar je kan mij wel complimentjes geven. Maar ik vind dat jij dat ook echt heel erg top hebt gedaan. Ook hele goede interviews zitten erin. En je hebt het heel goed aangepakt. En dat kun je dus morgen allemaal gaan zien op RN7. Gelukzoekers vanaf 6 uur 's avonds ieder uur te zien op RN7. En natuurlijk ook op YouTube RN7 online. Deze uitzending staat ook een klein beetje in het teken van gelukzoekers. Om het natuurlijk een beetje te introduceren. En ook omdat jij te gast bent. Leuk. Dus we hebben straks aan het einde van de uitzending natuurlijk weer de Game Changer. Die staat in het teken van geluk. Dus dat is misschien leuk. En het volgende uur gaan we het nog heel even kort hebben over gelukzoekers. En dan hoor je ook een paar fragmentjes uit die eerste uitzending van morgen. Muzikale verwijzingen naar het nieuws van de afgelopen week. Welke link kun jij leggen tussen de fragmenten en de actualiteiten? Dit is de Muzikale Nieuwsquiz. Goed, we gaan naar de laatste fragmentenronde. Waar gaat dit over, Imke? Zoals ik al zei, ik kon heel moeilijk nieuwtjes vinden. Dus ik heb ze ook mezelf een beetje gemaakt. Je hebt het nieuws gemaakt. Ik heb het nieuws gemaakt. Goeie journalist. Waar gaat het over, Imke? Ja, gelukzoekers komt morgen online en op RN7. Dus nee. Nee, natuurlijk. Ja, wat voor nieuwtje heb jij bedacht? Had jij dat ook, Miguel? Ja, tuurlijk. Ja, ik wist dan wel weer net wat de liedermuziek was van de gelukzoekers. Dus daar kon ik het wel aan herkennen. Ja, ben ik helemaal vergeten om überhaupt de aanwijzing te noemen. En je wist het wel. Oh, wat was het? De aanwijzing was de zoektocht is begonnen. Ach, en je hoorde mooi. Natuurlijk Britney Spears met Lucky en Sasha met Lucky Day. En die laatste, dat is ook gelijk de tune van het programma. Ja. Ja, we gaan het er straks nog even uitgebreid over hebben. Maar ik wil even voor jou weten, hoe vond jij het tot nu toe gaan? De uitzendingen moeten nog afgemaakt worden het hele seizoen. Mm-hmm. Maar jouw zoektocht in principe achter de scherm is al een soort van ten einde. Ja. Hoe is het voor jou gegaan? Nou, mij heeft het wel oprecht heel erg veel gebracht. Het is echt wel vragen die ik had over geluk en wat is geluk eigenlijk. Ik heb daar natuurlijk heel veel over gesproken met verschillende gewone burgers, maar ook met mensen die er echt verstand van hebben.
En uiteindelijk, inderdaad, geluk zit in jezelf. En hoe harder je naar zoekt, hoe harder je naar streeft, hoe minder je het eigenlijk krijgt. Maar dus mij heeft het heel erg veel gebracht op persoonlijk gebied. En ik hoop dat ik dat ook kan uitdragen naar de mensen die ernaar gaan kijken. Ja, want als je nou in één zin zou moeten zeggen waarom mensen dit programma moeten gaan kijken? Omdat het bepaalde inzichten geeft over dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil in het leven. En dat is inderdaad een gelukkig leven. Ja. Dus dat is het. Het geeft bepaalde inzichten over geluk. Hem voor een weekend. Hey, het is tijd voor de Dilemma Plus. Hij wordt mij hier aangereikt. Dankjewel. Doen we dat altijd onhandig. In de Dilemma Plus, voor de mensen die dit radioprogramma / televisieprogramma ook nog nooit hebben gehoord. Foei, allereerst. Foei, inderdaad. Je mist wat. Ik heb hier een roze emmer. En hier zitten allemaal truth or dare vragen in. Een dilemma. En wij gaan allemaal stuk voor stuk een kaartje eruit halen. En dan gaan we dit uitvoeren. Zal ik gewoon beginnen? Jij mag beginnen. Gabbel. Oké, ik heb hem. Een dilemma. Het is dus een beetje een saaie. Altijd met het OV reizen of altijd met de fiets reizen? Oeh. Dan ga ik denk ik voor het OV. Dus denk ik heel moe worden van altijd fietsen overal naartoe. Maar stel dat ik in Amsterdam moet, dan geen probleem. Dan heb je een afspraak daar, dan kun je lekker heen gaan fietsen. En ook hoe dan? Ja, trappen. Oké, leuk. Is het een opdracht of wat is het? Ja, het is dus een opdracht en het is echt verschrikkelijk. Dans 20 seconden om een denkbeeldige paal. Nee, doorgaan. Wauw. Nog een jaar in lockdown of terug naar het oude normaal op eigen risico? Oeh, dat is wel een hele lastige. Dat is een ethische kwestie, dit. Ja. Ja. Gaan we dus, kiezen we dus voor om nu gewoon alle minuten terug naar het oude normaal te gaan, terwijl corona nog onder ons is? Dat is eigenlijk de vraag. Of nog een jaar in lockdown? Nou, ik denk als jij nu kiest voor het nieuwe normaal, dat je gewoon keerde FVD-stemmer bent, eigenlijk. Het oude normaal? Ja, het oude normaal, ja. Als je dan alles loslaat nu in één keer, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk als ik deze keuze zou moeten maken, even los van het feit van dat ziekenhuizen het niet aankunnen, denk ik toch dat ik nu terug zou gaan naar alles loslaten. Ja. En, maar dan onder de voorwaarde wel dat het ieders eigen verantwoording is om te zorgen dat je zo min mogelijk risico loopt om ziek te worden misschien. Ja, ja, oké, maar dat, ja, precies. Ja, dat, maar dan is er een maartje bij. Ja, 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 het is lastig. Want het is moeilijk, een hele moeilijke. Wie gaat er nou nu zeggen van ja, doe nog maar een jaar lockdown? Dat zegt niemand. Nee, een jaar lockdown is gewoon ook mentaal niet te doen, denk ik. Nee. Ik denk dat je helemaal geen antwoord op moet geven. Nee. Nee, ja, ja. Wij gaan door. Ik vind het heel het is oprecht een dilemma, inderdaad. Ja. Hem voor een weekend. Ja, en we gaan van start met Chris Cross Amsterdam. Ik heb op Instagram er straks al even gemeld dat ik heel erg teleurgesteld ben in ze. Ja, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Ik ook, ja. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Als ik dan kijk naar het nummer wat ze nu hebben uitgebracht, dan denk ik van, ik vind het echt een nieuw dieptepunt eigenlijk. Ik vind het achter de feiten aanlopen en ontzettend inspiratieloos. Waarom? En dan vooral achter de feiten aanlopen. Wat is, zij willen natuurlijk dingen doen die populair zijn. Daarom maken ze ook heel vaak covers van nummers waarvan ze denken dat kunnen we weer populair maken. Dat hebben ze nu weer gedaan. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben ook gekeken blijkbaar naar wat op dit moment populair is. The Wellerman. Oh, dat meen je niet. En zij dachten van, weet je wat? Pakken wij toch lekker een andere sea shanty die we gaan remaken? Nou, dat vind ik wel zo inspiratieloos. Oh, echt waar? En ook echt een hele bekende. Even een fragmentje van het origineel. Dit is het nummer wat ze in een nieuw jasje hebben gestoken. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises early in the morning.
Ja, goed, dat kent iedereen waarschijnlijk wel min of meer. Ja. Dat hebben zij dus in een nieuw jasje gestoken. En dat doen ze samen met Shaggy en Conan Maynard. Die laatste hebben ze natuurlijk ook Whenever samen meegemaakt. Maar Shaggy, dat is ook een groot artiest eigenlijk. Snap je dat hij zich daarvoor laat strikken? Ja, weet je, het nummer op zich, het is niet per se verkeerd. Maar om dat zo kort aan de Wellerman te doen, is al echt gewoon ja, bijna gejat, zou ik zeggen. Ja, maar dat is het ook vaak het management wat erachter zit, hè? Van, hey, dit is populair, ga dit eens even lopen te doen. Nou, zullen we even heel even een fragmentje luisteren? Graag. Ik ben benieuwd, laat maar zeggen. Het nummer heet Early in the Morning. Ja, ik snap je kritiek, maar dit gaat wel echt kei lekker scoren, denk ik echt. Het is een nummer wat zou kunnen gaan scoren inderdaad. Maar als je naar het verleden van de Kerstgods Amsterdam kijkt, dan leert dat ons wel dat hun Engelstalige nummers wat minder scoren dan hun Nederlandstalige nummers. Ja. Dus misschien, ja, het is afwachten. Ja. We weten het niet. Hem voor een weekend. Dan is het tijd om het heel even uitgebreid te gaan hebben over het nieuwe televisieprogramma dat er morgenavond aan gaat komen. Gelukzoekers! Ja! Wow, leuk! Gelukkig zoek het jouw programma, Imke. Nog even heel kort, waar gaat het over? Zoek toch naar geluk. Waar haal je geluk uit en wat is geluk eigenlijk? Ja, dat is inderdaad kort en bondig waar het over gaat. Ja. Elke aflevering staat ook in een bepaald thema. Meestal is dat geluk en nog iets. Precies. En de eerste aflevering is geluk en keuzes. En in die aflevering staat eigenlijk één dame centraal. Namelijk Verona de Waal. Ja. Nog even zonder te benoemen welke keuze zij heeft gemaakt. Kun jij kort iets vertellen over wie Verona is? Ja, Verona is een hele knappe vrouw. En die heeft vroeger is zij eigenlijk opgegroeid in een best wel een strenge omgeving, zeg maar. En daar is zij een soort van uitgestapt. Maar in welke zin? Dat is dus de keuze sorry, die je ja, maar in welke zin streng dan? Religie of... Religie, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ze zat inderdaad, ze is opgegroeid in een gezin van Jehovah-getuigen. Ja. Ik heb heel even een klein fragmentje uit je uitzending van morgen over dat ze vertelt inderdaad over die gemeenschap waar ze in is opgegroeid. Dus komt-ie aan. Want kun je me vertellen, hoe zag jouw leven er eigenlijk uit van je 0 tot je 16e? En in hoeverre is dat toen veranderd na je 16e? Ja, voor mijn 16e, als ik terugdenk, is het heel strak, heel streng. En vooral een hele grote dubbele agenda. Dat ik gewoon heel vaak voelde dat mensen iets zeiden en iets deden. Mm-hmm. Maar ik voelde iets totaal anders. En dat is natuurlijk vaak in dat soort omgevingen die heel religieus zijn en die echt vanuit een bepaald dogma gewoon leven. Omdat dat dingen gaan nou eenmaal niet op voor alle mensen. Ja, dat was dus Verona over haar jeugd. Jij hebt het interview natuurlijk met haar afgenomen. Ja. Kun je even vertellen hoe dat verder is gegaan? Want ze voelde zich dus niet op haar plek. Ja, precies. Dus toen heeft ze eigenlijk besloten om dus weg te gaan. Dat heeft ze eigenlijk stiekem gedaan. Dus op haar 16e is ze eigenlijk vertrokken vanuit haar gezin. En is ze eigenlijk de wijde wereld ingestapt. En toen is ze modellencarrière gestart. Maar zij is echt van helemaal ene kant van de wereld, zeg maar, helemaal een keerzijde heeft zij gemaakt. Omdat zij zich dus, zij voelde zich gevangen eigenlijk in haar eigen omgeving. Ja, is dan best wel een stap op te zetten natuurlijk. Een hele, hele heftige stap. En dat is ook echt wel een beetje hoe zij nu leeft. Van, zie geen beren op de weg, maar ga gewoon voor jouw eigen geluk. En dat is heel mooi, wat zij heel erg... Moeilijke, maar moedige keuze. Ja. Heel voor een weekend. Dan is het weer tijd voor de wekelijkse Game Changer. En deze week staat hij dus in het teken van het thema geluk. In de meest brede zin die je maar kunt bedenken. We gaan hem gelijk spelen. Om en om mogen jullie dobbelen. En krijgen jullie een vraag daarbij. En we gaan hem deze week spelen op het nummer Lucky Day van Sascha. De teamsong van Gelukzoekers. Wat morgen te zien is. 7. Hoe heet het datingprogramma dat van 1987 tot 1992 werd uitgezonden door de Tros. En in 2018 en 2020 kort terugkwam op tv. Weet ik niet. Was geluk maar heel gewoon? Nee, weet ik veel. Dat is wel een heel leuk programma. Ja. Toen was geluk heel gewoon. Het antwoord was op goed geluk. Oh, wauw. Helaas. Miguel. Ik ga hem straks weer kijken, denk ik. Ja. 6. Nummertje 6. Welk synoniem voor geluk is ook de naam van een deelnamebewijs aan een loterij? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Lot. Lot uit de loterij. Oh ja. Daar ben jij. Nou. Imke. 6. Welke zangeres scoorde in 2000 een hit met het nummer Lucky?
Ja, die moet ik weten, maar ik ben hem even vergeten. Britney Spears. Oh ja, want die hebben net nog gedraaid. Ja. Maakt niet uit. Oké, okay, top, door. 8. Welk muntstuk brengt Dagobert Duck geluk? Een dollar. Nee, dubbeltje. Oké. 9. 9. In welk land zijn mensen volgens de Verenigde Naties het gelukkigst? Is dat Canada, Finland of Nederland? Ik dacht Finland. Of is... Ja. Ja, hè? Ja, dat, nou, ja, dat dacht goed. Ik. Ja. Miguel. 10. 10. Hoe noem je een brief die je verplicht aan een aantal mensen moet doorsturen omdat het anders ongeluk brengt? Poederbrief, ik heb geen idee. Kettingbrief. 4. 4. Welke artiest is volgens het liedje de hele nacht wakker om gelukkig te worden? Iets van Guus Meeuwis? Mag er nee, Daft Punk. Oh. Up All Night to Get Lucky. Oh. Zijn we er weer doorheen? Ja, klopt. Ik hoop dat het sommige wordt de komende tijd. Ik ook. Ja. Want dan kunnen we wat leuke dingetjes gaan doen, inderdaad. En daar worden we ook gelukkiger van. Ja, zeker. Inderdaad, daar worden we gelukkiger van. Nog één keer, morgenavond. Om 6 uur, RN7, gelukzoekers. Elk uur te zien en natuurlijk op YouTube terug te kijken. Vanaf 6 uur ook, RN7 online. Maar ja. Volg vooral ons ook even, Hint Media, op YouTube en Instagram. Dan zijn we volgende week weer, denk ik. Dan zijn we er zeker volgende week weer. Morgen lekker klaar voor gaan zitten met gekamde natte haartjes voor de televisie. Warme chocomel erbij. Imke, dankjewel. Hey, jullie bedankt, jongens. Hoi. Mannen. Dankjewel. Even met je delen. Ja, is ook goed. Leuk. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.